Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En er is iets heel erg leuks gebeurd. En dat ga ik vandaag allemaal vertellen van het begin tot het eind. Nou ja, het eind. Ik weet niet echt hoe het af gaat lopen. Maar ik zal beginnen bij gisteren. Gisteren werd ik rond de middag gebeld door Hema. Want ik had meegedaan met de Hema Vlog Academy. En daar hebben jullie misschien wel eens video's van mij van gezien. En ik werd gebeld of ik nog meer gegevens wilde achterlaten. Nou ja, dat had ik gedaan. Ik had mijn adres gegeven. Ik dacht, ja, het zal wel. Want Mila was ook al een keertje eerder gebeld en dit uiteindelijk niet gewonnen. Dus ik dacht, ja, het zou kunnen. Maar ik weet niet zeker. Ik zie het vanzelf wel. Dus toen, een paar uur later, appte mijn vader van, Mandy, heb je morgenochtend iets te doen? Dus ik zei van, ja, ik moet eigenlijk gewoon nog naar school toe. 2 uurtjes. Dus toen dacht ik, oké. Want hij was blijkbaar geïnterviewd door de krant. Dat is wel echt waar trouwens. En toen kwamen ze op het onderwerp YouTube. En toen kwamen ze op mij terecht. Of ik dan ook geïnterviewd wilde worden. Nou, dat was helemaal prima. Dat leek me wel grappig. Dus ik zei van, ja, is goed. Doe dan maar in de... Ja, in de ochtend kon niet, want ik moest natuurlijk naar school. Dus toen werd het in de middag. Nou ja, het was de middag was aangebroken. Het was allemaal een beetje vaag. Mijn ouders zijn een beetje vaag. Ik weet niet. Het was 2:30. En die vrouw zou om 2:30 komen om mij te interviewen. Ik had mijn vader geërfd van, pap, heb je misschien haar nummer? Want ze is er nog niet. Dus hij zegt van, ja, is goed, ik zal het even voor je opzoeken. Dat duurde super lang, dus ik dacht, ja, zo moeilijk is het toch niet om een nummer te vinden. Nou, hij gaf het maar niet. Ineens bellen er mensen aan, dus ik loop naar de voordeur. En ineens kijk ik door mijn ruitje heen en staat Ponkers daar. Dus ik dacht, wat is dit? En daarvan is nu een fragment te zien. Ja, waarom denk je dat wij hier zijn, Mandy? Heb je enig idee? Voor Hema misschien? Ja, goed. Mag ik even binnenkomen? Ja, ik ja? Heb gisteren heel veel video's voorbij zien komen, ook die van jou. Pak hem even bij. Geef hem even dat je het even kan vasthouden. Ja. Ik kan het zelf niet zien. Maar... Oh, kijk even als eerst. Oh, heel erg leuk. Nou, ik moet eigenlijk nog wat vertellen. De je bent, winnaar... Ja, je bent het zeg maar net niet geworden. Ja, je bent de nummer 2 geworden. Okay. Maar we vonden het wel leuk als jij meeging om de echte winnaar, die twee straten verderop woont, om die samen met jou te verrassen. Okay. Ja? Vind je dat leuk? Ja, tuurlijk. Ja? Ja? Nou, ja. Maar wat vind je ervan dat je net niet hebt gewonnen? Nou, weet ik niet. Weet het toch niet. Vond je het wel leuk om mee te doen? Ja, heel leuk. Ja, je video was ook meedoen is belangrijker dan winnen. Nee, maar even de pluspunten van je video. Heel veel shots. Dat vond ik echt gek. Je hebt er echt over nagedacht. Dat heb je echt wel laten zien. Leuk verhaal, zo. Ja, dat is een tijd. Hoe lang heb je er ongeveer over gedaan? Nou, heel de zaterdagochtend. Heel de zaterdag. En het duurde ook wat. Maar ik vind het heel erg leuk om te doen. Ja. Oké, maar ga je er wel mee door? Ja, tuurlijk. Ja, dat is wel de bedoeling. En meedoen is belangrijker dan? Winnen. Precies. Ja. Klopt. Maar, meedoen is inderdaad leuker dan winnen. Maar het allerleukste is toch wel als je wint. Ja. Toch? En Mandy, je hebt gewoon voor. We gaan lekker aan de tompoes, aan de Jippie Janneke, champagne. Oké. Maar je hebt gewoon gewonnen. Ik heb gewoon gewonnen. Ja, gefeliciteerd. Ja. En je wint dus een partnercontract bij Olleen. Dus je wordt eigenlijk onze collega. Oh, ja, leuk. Dus we gaan lekker duiken om het feit dat je onze collega wordt. Yes! Ik weet niet of ik het heel erg leuk. Nou, bedankt. Nou, misschien. Gefeliciteerd. Nee, neem een lekker cake. Ja, neem een cake. Een lekkere tompoes. Dat kan je nooit normaal eten. Maar... Nee, klopt. Dat is ook de bedoeling. Er is een camera erbij. Ja. Dus het is de bedoeling dat je het zo smerig mogelijk. In één keer in je mond. In één keer in je mond. 3, 2, 1. Oh, ja. Jawel. Ja, ik doe ook wel mee dan. Kom jij bij een grote bek. Dus kijk even. Kijk even. Oh, dat doet goed. Ik doe ook even mee. Nou, dat is dit stukje voor mij. Jammer maat, kijk eens wat we hier nou gedaan hebben. En dan zeggen tegen mij bekleding en alles. Kijk eens wat je hebt bedoeld, man. Ja, ja. Ik deed mee aan de Hema Vlog Academy. En ze heeft gewonnen! Yay! We zijn de jongens van Ponkers. En u hebt dus een contract gewonnen bij Onleen. En
Collega's. Ja, collega's. Ja, collega's. Heel collega's. Erg leuk. Dag, collega. Ja. Collega, gaat lekker? Ja, dat was heel erg leuk. Collega, je mee. Collega, je mee. Topper. Dus toen kwamen we daar en toen hadden ze me verrast. En ik dacht, wow, wat gebeurt hier? Ik wist echt totaal ook niet wat ik moest zeggen. Dus misschien kom ik echt super ongemakkelijk over. Maar ja, allemaal grapjes. En ze hadden confetti. Nou, zelfs hier ligt allemaal confetti. Hier. En zo meteen komt pas het ergste deel. Padapapam. Het was één confetti-kanon. En het plafond zit onder de champagne. Ik zat onder de glitters en champagne. Ik had een hoedje. Buiten ligt ook nog allemaal confetti. Wel leuke foto's gemaakt. Dat is echt super leuk. Ik vind het nog... Wow, hier zit nog ook nog. Het is wel een beetje raar. Maar het is leuk. Hier is het ding. Ik zal het even laten zien. Ik heb dus een contract gewonnen. Gewonnen? Oh, dat was de andere Papa! Champagne. Woe! Bij Onleen. Ja. Ook nog Tom Pouce. En ze natuurlijk een HEMA confetti dinges. Dus als jij veel confetti wil, hier heb je het. En champagne was ook. Het champagne zit dus op het plafond. Gaat er niet echt meer af. Moet waarschijnlijk geverfd worden. Maar ja, dat hoort erbij. Het is allemaal hartstikke leuk. En er waren feesthoesjes, tompoesen. Nou ja, helemaal leuk. Hartstikke lekker. En wat ik dus uiteindelijk eigenlijk gewonnen. Ik ben een van de twee winnaars van de HEMA Vlog Academy. En ik heb een contract gewonnen bij het mediabureau Onleen. En dat is echt super leuk. Ik ben er echt heel erg blij mee. En ja, wat houdt het eigenlijk in? Dat vraag je me vast wel af. Dat weet ik zelf ook nog niet helemaal. Eigenlijk. Ja, er zal niet heel veel veranderen aan mijn kanaal. Ze gaan me alleen helpen met ja, betere video's maken, denk ik. En dat gaat allemaal vanzelf al zien. En het is echt onwijs leuk. Ik wil HEMA bedanken. En Ponkers. En dat ze me verrast. Ik vond het heel erg leuk. Nou, ik heb een mooi hoedje. Die kreeg ik er ook bij. En ik zat een beetje helemaal onder champagne. Het plakt nog een beetje. Overal zat confetti, champagne. Hartstikke leuk. Maar het moest ook allemaal opgeruimd worden. En ik heb nog een uur gestofzuigd. En dat was niet overdreven. Kijk maar even mee. Nou, we zijn al zeker 3 kwartier zo aan het schoonmaken. Ik heb stof gezogen, moeder gaat nu dweilen. En het gaat niet echt van het plafond af, dus dat moeten we waarschijnlijk witten. Dus bedankt Ponkers en Hema. Nee, hartstikke leuk. Maar mama, wat is jouw reactie? Wat vond je er nou van? Ik moet even met het licht mee. Ja, geweldig. Ja. Ik vond het hartstikke leuk. Ik kan die mensen allemaal wel niet, maar ik vond het leuk. Ik vind het leuk voor je. Ja, en, ik ook. Dan komt je droom uit. Dat is wel ja, ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen, maar... Nee, ik was verbaasd. Ja, ik vond het wel echt heel erg leuk. En nou ja, het is even flink boenen. Dus ja, het gaat er niet echt van de grond af. Misschien is dat wat voor de nieuwe vlog van de HEMA. Hoe moet je zoiets schoonmaken? Hoe maak je de grond schoon van confetti? Goed idee, Hema. Met water kan ik nog moeien. Geef niet, komt goed. Ja, komt goed. Wij winnen de oplossing wordt. Ja, terug naar Mandy in de kamer. Nou, dit was dus eigenlijk wat ik jullie even wilde meedelen. Want het was echt super leuk. En het heeft natuurlijk te maken met YouTube. Ik heb ook nog de 4000 abonnees gehaald. Heel erg bedankt daarvoor. Echt allemaal op één dag. Weer lekker dubbel. Super leuk. Heel erg bedankt allemaal. En ik ben er heel erg blij mee. Hema bedankt. Jullie bedankt. Ponkers bedankt, iedereen bedankt en ik vind het echt ontzettend leuk. Ik ben erg blij met mijn contractje en ik zal jullie wel even op de hoogte houden. En dan horen jullie binnenkort nogal meer. Hema heeft dus ook een video hierover gemaakt. Ik was de eerste die dus werd verrast. De andere die weet ik dus nu nog helemaal niet en dat weten jullie waarschijnlijk nu wel. Ik zal de video ook even in de beschrijving zetten, want dan kan je mijn reactie van voorzien bij de deur. Want ik stond er echt van, wat is dit? Maar ja, onwijs leuk. Heel erg bedankt iedereen en ik ben super blij en... Tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doeg!